Nee jongens, de kogels door de kerk. We gaan vloggen. We zijn niet de eerste, we zijn ook zeker niet de laatste waarschijnlijk. Maar we gaan nu ook een vlog maken voor Jedi Customs. En de eerste wordt ook best een leuke, want we gaan op reis. We gaan naar de Arctic. En met de Arctic is niet zo'n goed plan dit. Even overnieuw. De Arctic dus. En dit is ons autootje wat we mee gaan nemen. De Ice 8. We hebben hem een klein beetje aangepast. Winterbandjes eronder, wat stickertjes erop. Dus we zijn helemaal klaar. De andere auto's staan al voor de deur, die gaan we straks opladen. Nou, hier buiten staan nog de andere auto's die meegaan. Waaronder natuurlijk Sergio weer met zijn prachtige creatie. En daar staat de rest. En een Ferrari, die gaat ook mee. Nou jongens, hij is helemaal klaar. De Ice 8. Hier moeten we het mee gaan doen met de Arctic Tour. Nu nog gewoon in het grijze Nederland. Maar straks, als het goed is, in de sneeuw. Ergens rondom de Poolcirkel. Naar Finland in nog geen 1 seconde. Nou ja, iets langer dan met het vliegtuig. En gelijk op de sneeuwscooter vanaf het vliegveld zijn we vertrokken. En 500 meter verder is al de eerste crash. Daar verderop tussen de bomen zien we ergens een sneeuwscooter liggen. Die nam blijkbaar de verkeerde afslag. Ik kom later bij jullie terug. Fins Lapland. En weer bij de Ice 8. Wel onder de sneeuw, maar hij is er. En we staan behoorlijk diep in de sneeuw. No time to pretend. Dust off and try again. Straight out of Lion's Den. Strong as a thousand men. Nou. Jongens, dag 2 alweer in Fins Lapland. We gaan even snel ontbijten. Het is 7 uur Nederlandse tijd, 8 uur plaatselijke tijd. En we gaan dus even een stukje lopen richting de lounge waar we wat gaan eten. En hier voor de deur staat de i8, die gisteren al best wel heel erg vast stond. Ik ben benieuwd. Strong as a thousand men. That's what I've been told since I was 6 years old. Duck down and count to 10. Ja, dames en heren, 9,5 graad onder nul. Dus dat wordt nog eventjes ontdooien. En we hebben helaas niks meegenomen om de auto mee te ontdooien. Dus de enige manier is om hem even lekker warm te laten worden. En het is echt serieus koud. We hebben niks in de accu zitten. We hebben gelukkig wel benzine. Dus eens kijken hoe ver we hiermee komen. Ja, er worden mensen aangehouden. We lopen nog een stukje achter omdat we zijn bezig tanken. Dus wij zien het straks waarschijnlijk nog gebeuren, maar in ieder geval worden de mensen aangehouden. En er zijn ook dus politie gebeld omdat wij er aankwamen. Nou, we rijden vrij rustig, dus we mogen hier 80 en we rijden 84. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren. That's the sound of the police! That's the sound of the police! That's the sound of the police! We have stopped some of the same people in the same group as you. Because of speeding and also behavior in the traffic. In Norway we have absolute, traffic limits, speed limits. So I
we want you to keep them. Yeah. And be careful with when you drive past the cars. Nou, we zijn dus in Noorwegen en we gaan een stukje met de slede onderrijden. Dus wat we zien zijn we al bijna. Het duidt nog steeds, dat is wel echt super jammer. Maar ja, het ligt nog wel eens wat sneeuw, dus ik denk dat er wel wat gesleed kan worden. We zijn er. You will go in and park inside there. Just drive straight ahead. We will. Ik hoop niet dat iemand me gaat verstaan hier, maar we gaan dus met de honden mee. We krijgen nu sokken aan. Ook leuk. We hebben lekker warme voeten. Maar ik heb heel veel herrie. Holy shit! Goedemorgen beste kijkers, we zijn alweer onderweg voor de dag 3. We zijn net vertrokken uit Kirkenes en we gaan naar Karasjok. Geen idee wat we daar gaan doen, het is een ritje van ongeveer 260 kilometer. De wegen zijn schoon, het dooit, het zonnetje schijnt. Maar het heeft vandaag wel gevroren, dus er ligt wat ijs op de weg. Dus we gaan even kijken hoe het ons vandaag weer zal vergaan. Woep, woep! That's the sound of the police! Wat is dit alweer? Finland. En we hebben een van onze grootste challenge scooters naast ons zitten nu, tenminste in onze achterperk. We gaan hem even er voorbij laten, dan kan je zien waar ik het over heb. Het gaat helemaal nergens over. Daar zijn we weer. We zijn nog steeds onderweg. We hebben net al een tussenstop gehad en weer heerlijk rendiervlees gegeten. Maar na 3 dagen ja, heb je dat ook wel weer een beetje gezien. We zijn onderweg. Het is hier 5 graden. Het is droog op de weg. Alleen we hebben net te horen gekregen dat het dak van het hotel af is gewaaid waar we naartoe gaan. Geen idee wat er precies aan de hand is. We zitten vlakbij de Noordkaap en daar schijnt het nogal te waaien. Want het eilandje waar we naartoe moeten is ook afgesloten. Overal staat politie langs de weg, schijnt. Hebben we ook nog niet gezien. Dus het wordt nog wel spannend. Daar waren we al bang voor. Staan we dan voor een gesloten poort. En nu? Ons hotel zit daarachter op een eiland. Waarschijnlijk zonder dak al, want ik kan me er iets bij voorstellen als ik zo de windstoten voel. Dus ja, het wordt even spannend. Waar slapen we vanavond? Het waait nog steeds zo hard, maar we zijn inmiddels in konvooi onderweg naar onze eindbestemming. Het hotel blijkt daadwerkelijk het dakvloer te zijn, dus we gaan naar een ander hotelletje in de buurt. En ja,
beetje rare situatie. Het is niet helemaal allemaal goed verlopen, dus ja, we zijn benieuwd waar we nu straks weer uitkomen. We gaan in ieder geval nu achter een hele grote sneeuwschuiver aan in konvooi richting het dorpje bij de Noordkaap in de buurt. Dat kan je straks op de kaart zien. En zodra we er zijn, laten we nog even wat weten. Het gaat niet heel hard, we rijden 13 km per uur. En we moeten er nog 80. Ja, dat was alweer onze eerste vlog. Ik hoop dat je hem leuk hebt gevonden. En als je hem leuk hebt gevonden, doe dan even een duimpje omhoog en subscribe op ons kanaal. We komen waarschijnlijk nog met 1 of 2 extra afleveringen van de Arctic Tour. En daarna natuurlijk nog veel meer over JD Customs in onze vlogs. Dus blijf kijken. Wauw. Is dat echt een vlogcamera? Hier, deze heeft Enzo ook, ja. Echt? Ja.